Het Stedelijk Vakcollege in Zutphen heeft ervoor gekozen om de matrixmethode schoolbreed in te zetten. En deze docent ziet daar nu al de voordelen van. Er zijn heel veel leerlingen die, zeker leerlingen, die chaos hebben in hun hoofd. En een hele mooie manier is dus met de matrixtraining om die chaos een beetje weg te nemen. Vind ik fantastisch. En daarnaast is het automatiseren voor veel leerlingen bij ons ook een probleem. Dus de tafels nog een keer doen en het alfabet nog eens een keer doornemen. Ja, ik denk dat dat alle leerlingen heel erg veel goed zal doen. Heel erg veel goed zal doen. Gewoon die basis nog een keer opnieuw, nog een keer goed erin. Ja, kunnen ze echt allemaal gebruiken. Ik vind eigenlijk dat al mijn mentorleerlingen op dezelfde manier met de matrix coaching wel behandeld kunnen worden, zeg maar. Die kunnen denk ik allemaal wel gecoacht worden. En volgens mij heeft iedere leerling ergens wel een onlogisch hoofd. De een denkt er helemaal niet over na. Dus dan is het helemaal handig om daar een beetje een orde in te scheppen. En de ander is juist weer heel geordend, maar misschien niet op de goede manier. Dat kan natuurlijk ook. En ik weet dat de meeste leerlingen op het VMBO toch echt ergens wel een achterstand in hebben. Of met taal, of met rekenen. Dus als we dat hoofd hebben gedaan, dan komt er vanzelf iets naar voren waarvan ze zeggen, daar heb ik geen plekje voor. Of misschien komt er wel heel erg angst naar voren, bijvoorbeeld toetsangst. En dan zou ik dat ook gewoon oppakken. Maar het lijkt me een goed begin. Gewoon eerst het hoofd eens opruimen. Wat ik volgend jaar heel graag wil gaan doen met mijn klas, is duidelijk van tevoren aangeven, nou, ik kan jullie coachen en dat ga ik met allemaal ook doen. En jullie komen allemaal een keertje bij mij. En dan gaan we eerst eens even kijken, nou, hoe werkt dat in jouw hoofd? En kunnen we dat verbeteren, zodat het voor jou beter werkt? En dat ga ik gewoon met alle leerlingen doen. Gewoon meteen mee aan de slag. Dus dan roep ik ze wel één voor één bij me. Want ik vind dat wel heel belangrijk, dat ze wel één op één begeleiding hebben. De matrixmethode wordt door deze docent niet alleen in de klas gebruikt, maar ook thuis. Ik heb mijn eigen man gecoacht, dat is ook heel interessant. En mijn eigen kinderen, ja. Het is leuk om te doen en het is wel effectvol. Ik merk wel hoe jonger de mensen zijn, hoe meer je moet begeleiden. Dat je toch wat meer, meer richting geeft aan je vragen. Maar ze kunnen het wel. Uiteindelijk lukt het. En dat vind ik echt fantastisch om te zien. En wat zie je dan bij de leerling? Ja, trots. Trots. En ook verbazing. Tenminste, ja, één leerling was heel verbaasd van, oh, nou, is het nog mooier in mijn hoofd. Die vond eigenlijk zijn hoofddeel netjes. Maar die kwam tot de conclusie dat, ook al had hij overal een laadje voor, dat het nog lastig zoeken was. En toen zei ik, nou, hoe kan je dat dan beter terugvinden? Toen zei hij, nou, als ik nou een kleurtje aan ieder laadje geef. Dus toen heeft hij ieder laadje een kleurtje gegeven. Kwam hij toch vol trots wel vertellen dat het ook werkte. En dat vind ik wel mooi, ja. Naast het hoofd opruimen kan je de matrixmethode ook op andere manieren inzetten. Ik heb zelf dan bijvoorbeeld emotie gedaan. En de persoon was heel onrustig als ik het bijvoorbeeld over studie had. Heel wiebelig, ontwijkend met de ogen. En na de coaching vroeg ik het nog een keer. En gewoon het woord studie alleen al was voldoende. En toen keek hij heel rustig voor zich uit. En toen dacht ik, oh ja, er zit hier al verandering in. En was ook de verbaasde reactie, hey, het is anders nu. Dus dat was wel een onmiddellijk resultaat, ja. En niet alleen zij ziet de resultaten van de coaching bij haar leerlingen. Andere docenten zien het ook. Ja, ik heb zelf geen leerlingen die gebruik maken in mijn vak, zeg maar. Van bijvoorbeeld de tafels en het alfabet. Dus daar zie ik het zelf niet in, maar je hoort het wel van docenten. Van wiskundedocenten. Van, hé, het gaat nu makkelijker. Of er is meer rust, dat is ook al heel fijn. Want als je meer rust hebt, dan kun je beter nadenken en dan is je prestatie ook alweer beter. Dus dat is wel echt een verbetering. Ik vind het leuk. Ik vind het heel mooi om te zien hoe je heel praktisch aan de slag kunt. En vooral dat heb je nodig. Ja, met leerlingen gesprekken houden, dat kan iedereen wel. Maar het moet uiteindelijk zo zijn dat de leerling er wel mee doet. En nu is het, je geeft de leerling een stappenplan en je helpt de leerling er doorheen. En die kan het dan zelf doen. En dat is de kracht hiervan. En dat is gewoon een groot voordeel. Wil jij ook een praktische en snelle oplossing voor de leerproblemen op jouw school? Plan nu voor jouw team een studiedag hoofd opruimen en leren hoe te leren. Of volg, net als het Stedelijk Vakcollege, op jouw school de 5-daagse opleiding tot matrixcoach.
Kijk voor meer informatie op www.matrixmethode.nl.